Dit is Thijs, misschien wel de jongste ondernemer van Niehoven en omstreken. Samen met opa Henk runt hij een eigen bedrijfje. Het idee kwam van opa nadat Thijs van Oldehoven naar Niehoven was verhuisd. In Niehoven was hij wel vriendjes. Ik denk, nou, ik moet eens kijken, wat kan ik voor die jongen doen? Kan ik hem misschien helpen of zo? Dus en toen dacht ik, ah, laten we maar kippen beginnen. Nou, hij vond het prachtig. Dus is Thijs sinds kort de trotse eigenaar van 60 kippen. Die worden goed verzorgd door opa. 'S Ochtends dan gaat het luikje open, dat zit daaronder. En dan gooit opa voer naar buiten en dan gaan ze het eten. En ze hebben hier ook nog wat drinken. Nou, hoeveel eieren hebben we vandaag? Het zijn er 30, hè? 40, 50 eieren. Nou, dat heeft vandaag goed gedaan, hè? Thijs helpt met eieren rapen, maakt het hok schoon en is verantwoordelijk voor de verkoop. Met de skelter rijdt hij de verse eieren van opa naar het kraampje voor zijn eigen huis, aan de andere kant van het dorp. Het gaat nu hartstikke goed. We hebben dikke 300 eieren per week. En 320, 330, maar we verkopen ook 300. En de buit, die wordt eerlijk verdeeld. Dan krijgt opa de helft en ik de helft. Opa die stopt het gewoon in zijn portemonnee en ik in mijn spaarpot.